Goedenavond allemaal. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is nu de voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen, houdende regels en zaken een breed raadgevend referendum. Dat is kamerstuk 36161. Ik heet de initiatiefnemers van harte welkom in vak K. Ze worden vandaag ondersteund door Lidewij de Vos, zij is beleidsmedewerker bij de FVD-fractie, en Rebecca de Knecht, jurist bij de FVD-fractie. En tevens heet ik welkom in vak K de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, en hij zal bij de behandeling van het wetsvoorstel optreden als adviseur van de Kamer. Tot slot aan alle die dit debat volgen op de tribune of op afstand, welkom. Vorige week was aan de orde de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Vandaag starten we dus met het antwoord in eerste termijn en is het de bedoeling de gehele wetsbehandeling af te ronden. Voor ik het woord geef aan de heer Baudet en de heer Van Houwelingen voor de beantwoording, één punt van orde, de vorige uh, vergadering werd er gefilmd in de zaal, afspraak is, dat doen we niet. Uh, en nu dat helder is, geef ik het woord aan de heer Boudé als eerste. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, Amtsgenoten, minister. Wij bespreken vandaag een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel dat wij hebben ingediend, uh, wat in zekere zin het sluitstuk is van een heel lang traject. Dat al begonnen is tien jaar geleden, toen Pepijn van Houwelingen en ik samen een opiniestuk schreven in NRC Handelsblad. Getiteld Ook wij eisen een referendum. Dat was in 2013, dus nu 2023. En dat was na aanleiding van de aankondiging in het Verenigd Koninkrijk van een Brexit referendum. En toen zeiden wij, wij willen eigenlijk ook een referendum over lidmaatschap in de Europese. En daar hebben we op een gegeven moment een burgerinitiatief opgezet. toen kwamen een heleboel handtekeningen. Toen heb ik dat hier ook verdedigd in de Tweede Kamer. Samen met Ewald Engelen was dat toen nog. En um, de Kamer zei toen: ja, de, dat referendum dat, dat gaan we je nu niet geven over de Nexit of wat dan ook. Maar we, gaan wel, we zijn bezig met een wet. En, en als die komt, je nu zelf een referendum afdwingen. En dat gebeurde inderdaad. En in, in zo geschiedde dat in. De zomer van 2015. De eerste referendumwet in Nederland van kracht werd. En wij meteen begonnen, ook samen toen, om een referendum af te dwingen over het associatieverdrag met Oekraïne toen. En dat lukte wonder boven wonder, we kregen voldoende ondersteuningsverklaring, daarna genoeg handtekeningen. En op, op 6 april 2016 was toen het eerste door burgers zelf afgedwongen. Referendum in Nederland over, ja, in feite de oorlog waar we nu in zitten. Willen wij in die oorlog terechtkomen of niet? Dat was, dat, daar ging dat referendum over. En wij zeiden nee, dat willen we niet. En twee derde van de Nederlandse bevolking die ging stemmen, die zei dat ook. Nederland was het daarmee eens. En uh, helaas, helaas, de regering vond een geitenpaadje... een inlegvelletje. Het was een. Uh, het was in de zomer van 2016 dat dat gebeurde. En dat vonden wij dermate frustrerend dat Pepijn van Houwelingen en ik en nog een aantal andere mensen Forum voor Democratie als partij vormden en mee gingen doen aan de verkiezingen. En wat wij eigenlijk toen steeds benoemden, en dat is nog steeds een van onze kernpunten, de Nederlandse democratie functioneert niet goed. Dat was eigenlijk een van onze centrale kritiekpunten. En wat we zeiden was, nou kijk naar dat associatieverdrag met Oekraïne. Heel veel mensen zeggen dat willen we niet. Bijna twee derde meerderheid zegt dat willen we niet. En het gebeurt gewoon toch. Maar je kon ook kijken naar bijvoorbeeld de invoering van de euro munt. Sinds 1992, 1993, op het moment dat gesproken werd over invoering van een eenheidsmunt, is er nooit in Nederland een meerderheid geweest die voor de invoering van de euro was. In de afgelopen 40 jaar is er nooit een meerderheid geweest in Nederland. Voor massale immigratie. Toch is er massale immigratie geweest. Als je aan de Nederlanders zou voorleggen nu hè, of zij duizend miljard willen betalen voor 0,00007 graden minder opwarming in het jaar zoveel, dan ben ik ervan overtuigd dat de meerderheid van de bevolking zou zeggen. Nee, wij willen gewoon normaal blijven autorijden, normaal blijven tanken, normaal. Uh, boodschappen kunnen afrekenen. Wij willen niet onze volledige economie opofferen aan een, een, een abstract en speculatief idee over klimaat. Als je de Nederlanders zou vragen: willen we doorgaan met gasboringen in Groningen? Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid dat gewoon zou willen. Niet zou willen stoppen daarmee. Ik denk ook dat als je nu opnieuw aan de Nederlanders zou vragen: wil je in de oorlog zijn met Oekraïne? Of met Rusland in Oekraïne. Dat, dat de meerderheid van de Nederlanders zegt nee, willen we niet. Wat hebben wij daar te zoeken? Dus eigenlijk zou je, in mijn overtuiging, het overgrote deel van wat er nu politiek gebeurt, het overweldigende deel van de besluiten en de, de, de beleidsrichtingen die worden ingezet, die zou je, als je die daadwerkelijk zou voorleggen aan de bevolking, niet, niet hebben. De, de, de bevolking wil dat helemaal niet, is mijn overtuiging. En dus ja, gaat er iets niet goed in onze democratie. Dus of je moet zeggen: Nou, wij willen ook helemaal niet dat de bevolking dingen beslist. Dat kan, dat kan een standpunt zijn. Wij willen gewoon helemaal niet dat de bevolking inhoudelijk op beleidspunten iets beslist. Dat kan. Ze mogen gewoon één keer in de vier jaar laten ze naar de stembus. Maak er een feestje van. Doe een beetje wat, wat, wat populariteitswedstrijdjes... Uh, met wat, wat mensen die je hypt via talkshows door gecontroleerde media. Ja nou, dan stemmen ze op die en op die... en omdat ze allemaal toch dezelfde opvatting hebben... gebeurt er gewoon precies hetzelfde. Dat is het systeem wat we nu hebben. Maar als je, als je in een daadwerkelijke democratie wil leven... waar de bevolking het voor het zeggen heeft in laatste instantie... En echt op inhoud beslissingen mag nemen over grote onderwerpen. Ja, dan moet je dus iets veranderen aan ons staatsbestel. En Sinds ik gekozen ben in de Tweede Kamer in 2017 heb ik zitten broeden op dit thema referenda, omdat dat in mijn ogen de manier is om het open te breken. En toen ik verkozen werd hadden we nog een referendum. Dat is toen heel kort daarna. Ik geloof dat het het allereerste was wat het kabinet Rutte uh, deed. Dat was het afschaffen van het toen bestaande referendum. Dat was dus in 2017. En maar toen was er ook weer sprake van dat er een nieuw referendum werd ingevoerd en dat, dat haalde het toen niet. En toen kwam er weer een nieuw voorstel en uiteindelijk ligt daar nu een voorstel van uh, onder andere de SP bij de Eerste Kamer voor een bindend correctief referendum. En dat is eigenlijk het soort referendum dat we ook hadden toen we dat associatieverdrag over Oekraïne in stemming brachten. Dan mag de bevolking dus op basis van een besluit dat hier wordt genomen zeggen, dit willen we niet. Dat wordt ook wel het veto van het volk genoemd. Je hebt verschillende typen referenda, uh, en dit is één zo'n type. Dus het, 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 het bindend, het corrigerend referendum, bindend of raadgevend, corrigerend referendum. Maar eigenlijk is dat niet voldoende, want dat betekent dat de bevolking alleen kan reageren, dat de bevolking alleen nee kan zeggen over iets. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wil is dat de bevolking ook kan zeggen: wij willen nou eens een referendum over die trajectcontroles en die maximumsnelheden. Wij willen nou eens een referendum over de massa-immigratie. Wij willen een referendum over de euromunt. Wij willen een referendum over de nieuwe vaccinatiecampagne. Wij willen een referendum over onderwerpen die wij als bevolking belangrijk vinden. Dat willen we op de agenda zetten van de politiek. Alleen als je dat recht hebt, als je die mogelijkheid hebt als bevolking, zou je kunnen zeggen, heb je echt daadwerkelijk invloed. Dan kan je echt in laatste instantie bepalen welke. Koers het land vaart en daarom zijn eh, Patijn van Houwelingen en ik aan de slag gegaan om een voorstel te maken wat nu voorligt voor een initiërend referendum en we noemen dat naar Zwitsers model omdat wij goed gekeken hebben naar de manier waarop referenda in Zwitserland bestaan en functioneren we vonden dat een inspirerend voorbeeld en eh, eigenlijk is is dit een uitwerking deze wet van wat ik al uitleg en betoog in mijn boek Breek het Partijkartel. Dat ik zal aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij wilde vorige week niet mijn boek over corona aannemen. Misschien wil hij dit wel aannemen. Er staat het allemaal in wat ik hier toelicht. Ik hoop dat hij het wil lezen en dat het hem misschien inspireert om ons wetsvoorstel ook uiteindelijk te steunen. Dus bij deze. Mogelijk interesseert het u? Nee. Uh, ik hoor hem nee zeggen. Ik zou niet weten waarom iemand niet zo'n. Want dat vinden we ongepast in een constitutionele democratie. Dat gaat in tegen de grondrechten van individuen. Dus dat moet je beschermen. Maar om verder elk maatschappelijk onderwerp ter discussie voor te mogen leggen. En als je dan binnen acht weken 10.000 handtekeningen verzamelt. Nou dan gaan we een referendum mogelijkheid openen, bij, Via de kiesraad gaat dat. En dan heb je vervolgens anderhalf jaar, dus achttien maanden de tijd, een lange periode, om 200.000 ondersteuningsverklaringen te verzamelen. En dat is, het aantal is afgestemd op het Zwitserse systeem. In Zwitserland heb je ongeveer de helft van de bevolking van Nederland. Hè? En daar hebben ze 100.000 ondersteuningsverklaringen. Dus wij vonden dat een elegant aantal, we vonden dat een elegant model. En. Um, 200.000 handtekeningen en dan wordt het gewoon voorgelegd aan de bevolking. Zeg het maar jongens, wat willen jullie, willen jullie die kant uit of willen jullie die kant uit? En als je dat plat slaat, zeg maar analytisch, dan zijn dat volgens mij, dan los je daarmee twee structuurproblemen op van het staatsmodel dat wij hebben, de, de, de representatieve democratie, de parlementaire democratie zoals wij die nu kennen. En die twee problemen, die zijn de verklaring, die zijn er de reden voor dat de democratie zo zo discongrueert met de wensen die leven onder de bevolking. Want dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? Hoe kan het eigenlijk dat 40-50 jaar lang een meerderheid van de bevolking tegen die massa-immigratie is, maar dat toch hè, die partijen de verkiezingen winnen die voor die massa-immigratie zijn? Hoe kan het dat? De meerderheid van de bevolking nooit voor de euro is geweest. De meerderheid van de bevolking niet een oorlog wilde tegen Rusland... op het grondgebied van Oekraïne. Dat er meer, noem het allemaal op, al die dingen. Hoe kan dat? En wij denken dat dat eigenlijk komt door drie fenomenen... die eigen zijn aan de representatieve democratie zoals wij die nu kennen... en die je weeffouten of structuurproblemen... van die representatieve democratie zou kunnen noemen. Het eerste is dat verkiezingen altijd gaan om beloftes, verkiezingsbeloftes namelijk. En bij een referendum is dat even niet zo, een referendum is gewoon een besluit. Willen we dit wel of willen we dit niet, we besluiten dat en we gaan door. Maar verkiezingen zijn beloftes. Ik beloof me in te spannen voor, zoals de VVD altijd doet, voor het inperken van de immigratie. Ja, en dan een dag na de verkiezingen dan gaan ze gewoon weer Marrakesh-Immigratiepact ondertekenen en dit en dan. Dus je ziet, die verkiezingsbeloftes die, die staan haaks dikwijls op wat er gewoon aan beleid wordt doorgevoerd. Het Klimaatakkoord, de Klimaatwet was in geen enkel verkiezingsprogramma van de uh, regeringspartijen te vinden. Uh, er zijn natuurlijk ook al, uh, ja, tal van nieuwe onderwerpen die gedurende een regeerperiode opduiken, die daarvoor die nooit. nooit He, zoals corona bijvoorbeeld. Niemand heeft verkiezingen gehad over corona. Toen ineens was corona, moeten ze besluiten gaan nemen. Dus dat is verklaring één. Verklaring twee is. wat ik noem de man problematiek In het huidige politieke stelsel gaat het eigenlijk altijd om de man, om de persoon. We hebben een personendemocratie. Vind jij die en die persoon aardig, betrouwbaar, aantrekkelijk? Is die persoon uh, te jong of is die persoon te oud? Het is een heel persoonlijk verkiezingsspel wat wij hebben. En dat betekent dus ook dat mensen die andere ideeën hebben, zoals ik bijvoorbeeld, enorm uh, uh, snel doelwit worden van demonisering. En het betekent ook dat mensen die ideologisch en inhoudelijk precies hetzelfde vinden. als alle andere partijen, zoals Pieter Omtzigt, gehyped kunnen worden omdat het een ander poppetje is, maar ideologisch verandert er helemaal niks. Klimaat, immigratie, EU, Covid, Oekraïne, allemaal dezelfde standpunten, maar een andere naam, een ander hoofd, en dan gaan mensen daarop stemmen, want verkiezingen zijn populariteitspols geworden van poppetjes. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat je moet hebben. Je moet, je moet gaan over standpunten. Wat vinden we nou? Willen we nou wel of niet dit? Willen we nou wel of niet dat? Ongeacht welke persoon de, die boodschap brengt. Eigenlijk is dat beter. En dat brengt me ook op het laatste punt, het derde punt, het derde structuurprobleem van onze representatieve democratie. En dat is dat verkiezingen natuurlijk ook altijd gaan om tientallen onderwerpen tegelijk. Het gaat over de maximumsnelheid, het gaat over de koopkracht, het gaat over het. het de situatie in Oekraïne, het, het, het klimaatproject... het gaat over eh, onderwijs, het gaat over zorg, het gaat over ouderen... het gaat over zoveel onderwerpen tegelijk... dat ja, hoe moet de kiezer nou zijn opvatting over al die verschillende onderwerpen... vertalen naar een stem op één persoon? Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus in ons systeem... In het democratische systeem dat wij hebben in Nederland zit een aantal structuurfouten ingebakken. Die, er, die, die tot gevolg hebben dat de wensen die leven onder de bevolking eigenlijk ja, niet of nauwelijks doorwerken in beleid. En wij zijn een partij. Wij heten ook Forum voor Democratie. Wij zijn een democratische partij in hart en nieren. Wij willen meer democratie. En wij vinden dat een probleem. Wij vinden dat dat anders moet. En als je een referendum hebt of vele referenda, dan corrigeer je dat probleem. Dus je hebt nog steeds landelijke verkiezingen die een populariteitspol zijn van personen. Alleen die personen die kunnen niet meer zomaar het beleid doorvoeren. wat hen wordt ingefluisterd door de andere leden van het kartel. door de internationale lobbyorganisaties. door Big Pharma, het militair-industrieel complex. de ambtenaren op de ministeries. Maar die moeten daadwerkelijk gaan luisteren naar de bevolking. Die moeten daadwerkelijk gaan luisteren. naar wat de bevolking eigenlijk vindt. En. Tot slot in dit algemene overzicht, deze algemene inleiding van ons wetsvoorstel. Wat nou ook het mooie is daarvan, is dat die referenda. Hebben, het is gebleken dat die een enorme ook volksverheffende werking hebben, om een heel ouderwets woord te gebruiken. Wat je ziet, is dat op het moment dat er een referendum is over een onderwerp, we hebben bijvoorbeeld dat associatieverdrag. Met Oekraïne, maar ook de sleepwet, daar hebben we ook een referendum over gehad. Dan zie je dat de, dus Nederland gaat dan wekenlang met elkaar in gesprek we, wat, wat, wat vinden we er nou eigenlijk van? Het zijn onderwerpen die misschien anders, min of meer ongemerkt, de revue zouden hebben gepasseerd. Maar ne, nu gaan we ineens overal, in elk zaaltje, in elk café, begint men ineens na te denken. Van, ja, wat betekent dat eigenlijk, zo'n sleepwet? Wat, wat betekent dat eigenlijk, zo'n associatieverdrag? Wat moeten we daar eigenlijk in Oekraïne? Wat hebben we eigenlijk voor privacy? Noem het dan maar op. En dan krijg je dus dat in de samenleving precies gebeurt. wat je als rechtgeaarde democraat ook zou moeten willen. Namelijk dat mensen zich het, het lot van de gemeenschap gaan aantrekken. Dat ze betrokken zijn. Dat ze denken: oké, okay, wacht even, ik heb me iets te zeggen. Ik ga een beslissing nee, medenemen met mijn mede-Nederlanders. We gaan samen eens eventjes de schouders onder dit probleem zetten. We gaan samen eens even nadenken. wat we hier nou eigenlijk van vinden. En dat is dus ook gebleken. Bijvoorbeeld toen met dat Oekraïne-referendum. Dat voor een week of drie, vier daarvoor. was het algemene kennisniveau. Uh, gepeild over Oekraïne. dat soort onderwerpen. Mensen wisten veel minder. dan een aantal weken na dat referendum. Mensen wisten wat de hoofdstad was van Oekraïne. wisten wie de president was. wisten wat er, wat er op hoofdlijnen. in dat akkoord stond. En het ironische is dat op een gegeven moment. bleek dat ook echt een aanzienlijk deel. van de bevolking. Dat associatieverdrag was gaan downloaden en was gaan lezen. En dat men toen vroeg, ik geloof een dag of twee dagen voor dat referendum, aan Alexander Pechtelt of hij het had gelezen. En hij zei: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk had hij het niet gelezen. Dat zei hij in de camera toen. En dat was zo interessant. Hè? zo interessant. Dus de, 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 de lijst, de fractievoorzitter toen van een van de partijen. die dat gewoon wilde doordrukken. op een achternamiddag, had hij helemaal niet gelezen. Had het niet gelezen, kwam het ook gewoon... Uit. Nee, ik heb het niet gelezen nu. Ik heb ik gelezen. Hou op zeg. Maar de bevolking wel. De bevolking ging het lezen. De bevolking informeerde zich. En wat kunnen we nu met terugwerkende kracht zeggen? Wat hadden wij gelijk? 500.000 doden verder. Het slaat helemaal nergens op, die stupide oorlog daar. En de bevolking wilde dat ook gewoon niet. Maar hier wel. Dus ik denk... Ik denk dat dit... Referendum, het is een sieraad van eenvoud. Het geeft de bevolking het recht, zoals ik heb toegelicht, om over elk maatschappelijk thema een volksraadpleging te organiseren, een algemene volksraadpleging. Ik denk dat het voor elke ja, rechtgeaarde democraat eigenlijk onweerlegbaar is dat je dit zou moeten hebben. Volgens mij is dit, is wat, een de dit is wat een democratie is. Dit is, gewoon, dit, is, dit is een democratie. Dit is wat je zou moeten hebben. En daarom zal ik uh, er alles aan doen, ook nog vanavond, maar ook op andere momenten, om dit te blijven verdedigen. En bij mij van Houdingen zal zo ingaan op de specifieke gestelde vragen. Zo hebben wij een beetje de taken verdeeld. Maar ik wilde graag deze algemene inleiding geven, voorzitter. En ik dank u voor de mij toegestaande spreektijd. Maar ik zie een interruptie. Die interruptie zie ik ook van de heer Van Meijeren. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. De heer Baudet gaf zojuist aan dat hij ervan overtuigd is dat als Nederlanders om hun mening gevraagd wordt omtrent concrete onderwerpen zoals het klimaat, immigratie, corona, de oorlog in Oekraïne, dat hij er dan van overtuigd is dat Nederlanders het regeringsbeleid zouden afkeuren. En daar heb ik wel een kritische kanttekening bij, omdat om een goede keuze te kunnen maken bij verkiezingen het ook noodzakelijk is om toegang te hebben tot alle informatie die daarvoor relevant is. En we zien in de media dat op veel van deze onderwerpen heel eenzijdig belicht wordt en eigenlijk nooit te horen is wat nou de bezwaren zijn tegen het klimaatbeleid, tegen de oorlog, tegen het coronabeleid. En zeker met de toenemende censuur ook op social media dacht ik het denkbaar dat het straks zodanig moeilijk wordt voor Nederlanders om überhaupt toegang te krijgen tot die informatie dat zij misleid worden en daardoor misschien wel voor een coronawet zouden stemmen of voor um, een oorlog zouden zijn, zeker in combinatie met die bangmakerij en die staatspropaganda. En daarom is mijn vraag aan de heer Baudet... Is hij het met mij eens dat een referendum alleen kan functioneren als ook die vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd? En hoe ziet hij die toename van censuur in het licht van dit voorstel voor een referendumwet? Ja, meneer Marais. Dank voor deze interruptie. Dat is denk ik een ongelooflijk terecht punt. Wij leven in een tijd die... Uh, gekenmerkt wordt. Gek genoeg is, het, is de technologische mogelijkheid om informatie te vergaren groter dan ooit. En tegelijkertijd leven we in een tijd van uh, meer en meer pensée, uniek, uh, meer en meer uh, één ideologie, één lijn die mag worden uitgedragen en uh, ja, het, het idee heerst ook bij heel veel journalisten en op universiteiten enzovoorts... dat er helemaal geen debat meer mogelijk is. Dat, het, dat, dat alles wat een andere visie heeft, dat is nepnieuws, dat is disinformatie, dat, is, dat moet weg. En dat is een extreem, extreem zorgelijke trend. Uh, en dit, dit wetsvoorstel, ja... Doet daar op zich niks aan natuurlijk. Dit wetsvoorstel uh, geeft mensen de mogelijkheid om te kiezen, maar, maar verandert niet zoveel aan die censuur, oprukkende censuursituatie. We hebben daar wel overigens een tweede wetsvoorstel voor in de maak, onze anticensuurwet. Die zullen we niet meer voor de verkiezingen kunnen indienen, maar, maar wel uh, zijn we wel echt al mee aan de gang. Um, maar ja, dit, dit is een, een totalitaire tendens in onze tijd. Um, en het lijkt erop dat de Europese Unie ook steeds striktere regels nu wil gaan stellen aan social media platforms. Dat ook die algoritmen slimmer worden, dat je niet zozeer eraf gegooid wordt, maar dat je gewoon geen publiek meer bereikt, dus dat je het ook helemaal niet door hebt, dat je totaal geïsoleerd bent als je een andere opvatting hebt. En omgekeerd hebben we natuurlijk gezien dat toen Elon Musk Twitter nu X overnam, dat al die informatie die van overheidswegen en op sociale media werd onderdrukt over de giftige uh, elementen in de coronavaccins, de extreme bijwerkingen, de extreme gevaren voor de gezondheid, de corruptie van big pharma, noem het allemaal op. De betrokkenheid van de geheime diensten bij al die uh, coronamaatregelen. Um, ja, dat dat ineens bekend werd. En dat de wereld zijn adem inhield. Hoe, hoe kan het dat we dit allemaal niet weten? En als het op dat gebied al zo is, hoe zit het dan met dat? Hoe zit het dan met dat? Julian Assange heeft gezegd: elke oorlog is begonnen met leugens in de media. En als je een vredige samenleving wil hebben, dan heb je dus euh, heb je, heb je open eerlijke media nodig. Dat is het enige wat, wat ons daarvan weerhoudt. Dus ik, daar zit gewoon heel veel in. Dit is gewoon een heel terecht punt. Tegelijkertijd, ja, ik heb één hoopvolle tegenopmerking. Tot nu toe is het ons, als Gallisch dorpje zeg maar, wij strijden natuurlijk tegen een overmacht. Een heel systeem dat ons op alle mogelijke manieren eronder wil proberen te krijgen. Maar het is ons ontzettend goed gelukt. Toch, ondanks alles. Om Fact-finding te doen. En dat ik bijvoorbeeld met dat Oekraïne-associatieverdrag, de hele media, het hele systeem, de hele gevestigde politiek, alles en iedereen was voor dat associatieverdrag. En toch hebben wij dat referendum gewonnen. Dus dat is het enige hoopvolle wat ik kan zeggen. Trump, het hele systeem, iedereen, de hele media, alles, de prosecutor, de belastingdienst, het hele Amerikaanse deep state uh, machinerie, allemaal tegen Trump. En toch heeft hij die verkiezing. Dus er zijn echt wel heel veel mensen. Uh, Brexit ook een vorm. Het, het kan wel, maar het is een terecht punt. En, en ja, het, wat mij, wat mij teleurgestelt, is dat, hoe terecht dit punt ook is, dat er heel erg veel mensen zijn die. Ook binnen de media die dit ook he, überhaupt helemaal niet zien. Die zien niet hoe eenzijdig ze zijn. Want zij, zij lezen dan vijf kranten. En dan denken ik dat ze heel erg geïnformeerd zijn. Maar die, al die vijf kranten. die zeggen precies hetzelfde. En, en de diversiteit in het medialandschap is zo beperkt. The Economist, Financial Times, NRC, Volkswagen. Het is allemaal hetzelfde. En dat, maar dat zien ze helemaal niet. Ze denken. een breed landschap. Ik lees vijf kranten. Weet je wat dat, nou, dat is? Dat is een probleem. Oké. Okay. Afrondend op dit punt, meneer Van Meijeren. Wel, nou ja, het stelt me in ieder geval gerust dat uh, de heer Baudet inziet hoe fundamenteel die vrijheid van meningsuiting is om een referendum en überhaupt vrije verkiezingen te kunnen laten slagen. Het klopt dat tot nu toe gelukkig bij eerdere referenda de waarheid ondanks die eenzijdige media altijd nog een weg naar buiten heeft uh, weten te vinden. En nou ja, met het oog op de toenemende censuur kijk ik met heel veel belangstelling naar de anticensuurwet, want ik denk dat die heel hard nodig zal zijn. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer. Oh, meneer sneller heeft nog een interruptie. Aan u het woord. Ja, ik wist niet hoe lang het cabaretstukje van de FVD-fractie nog door zou gaan. Maar ik wil aan de heer Baudet vragen, heeft hij liever dat we weggaan ook? Want ik bedoel, de, de sprekers uit de eerste termijn uh, die zijn weggebleven. Ik denk dat dat een verstandig besluit is uh, geweest. Hij zegt dat hij er alles aan zal doen om dit initiatiefwetsvoorstel te verdedigen. Hij beantwoordt nul vragen. Hij doet. Hier nul pogingen. Hij heeft in de schriftelijke voorbereiding nul pogingen gedaan om wie dan ook te overtuigen. Hamert op zijn eigen gelijk in een tamelijk soort van eigen wereldbeeld, wat verder door niemand hier gedeeld wordt, uh, behalve zijn fractiegenoot die hem uh, wat uh, opzetjes geeft, waarvan ik vraag: ja, moeten we hier blijven? Of heeft het eigenlijk weinig zin en heeft hij ook liever dat het toneelstukje van de FvD-fractie verder zonder ons als publiek wordt uitgevoerd? Ja, meneer Baudet. Nou, de, de vragen die gesteld zijn, die zullen worden beantwoord door Pijn van Houwelingen. Dat heb ik in mijn, uh, in mijn inleiding gezegd. Dus ik heb de, de algemene context geschetst. En de concrete opmerkingen die vorige week zijn gemaakt, die hebben we allemaal uitgewerkt. En daar zal Pijn uh, zo direct op ingaan. Uh, verder, uh, ik waardeer het enorm dat uh, de heer Sneller er is. Ik, ik vind het van groot belang om met elkaar van gedachten te wisselen. En uh, Ik ben te goeder trouw. Ik vertel wat ik daadwerkelijk geloof dat het geval is in Nederland. Het staat een ieder vrij. Dat is ook een democratie om het ermee eens of oneens te zijn, om weerwoord te geven. Dat is allemaal prima. Uh, maar ik wil graag gehoord worden en ik stel het zeer op prijs dat de heer Sneller er is. En ik uh, hoop ook nogmaals dat de heer De Jonge ook mijn boek gewoon wil lezen en dat je kennis neemt van de opvatting van anderen. En er is echt een houding geslopen in Nederland. Ik weet ook goed dat Hugo de Jonge altijd met zijn rug naar mij toe ging zitten als ik ging een speechen boven, dat, dat sorry, vind ik, Baudet, ik vind dat hele, een hele foute. Meneer Baudet, ik, u, als ik spreek, dan is de bedoeling dat u heel eventjes wacht. We praten over een minister. En die is er nou niet om. Hier op een te interrumperen. ja op die manier, maar dat doen we zo niet. Interruptie van de heer Sneller. Reageert u daarop? Zonder iemand anders erbij te betrekken, alstublieft. Graag dat er mensen naar hem luisteren. Dat weet ik. Uh, hij hoort zichzelf ook graag praten. Alleen hij geeft geen antwoord op vragen die gesteld worden. En dit is niet alleen nu, dit is ook de schriftelijke voorbereiding, waar wij ons best doen om serieuze vragen te stellen. En u beiden, de initiatiefnemers beiden. Geen serieuze pogingen doen om antwoorden te geven. En het gaat niet alleen om meningen en daar liggen andere meningen tegenover. Het zijn ook gewoon. de feiten. die hier gewoon met voeten worden getreden. keer op keer door wat de heer Baudet hier naar voren brengt. En ik bedoel, het, ik heb het ook in eerste termijn bij het inbreng van de heer Van Meijeren. Uh, soms denk je, je moet gewoon elke keer elk punt weer leggen. Maar het blijft, het is zo ver heen dat er geen begin aan is. Dus dat is ook wat ik de heer Baudet zou willen meegeven. Het is zo ver heen wat hij hier naar voren brengt... dat het geen begin aan is om de discussie erover aan te gaan. Maar als hij de feiten af en toe eens onder ogen zou willen zien... dan zou dat volgens mij het debat voor het vervolg al heel erg willen helpen. Welke feiten heeft de heer Sneller het over? Nou... Kijk, nou gaan we toch dat doen wat meneer Sneller nou probeerde te voorkomen. En dat wil ik ook graag voorkomen. Als u, kort, u kunt kort reageren als u wilt, meneer Sneller. Maar we gaan hierheen en weer dimdammen. Dat is echt nergens van nodig. We gaan ook naar de beantwoording van de vragen. Het wordt Dim dimdammen. Er is geen begin aan. Uh, maar wij als enige tegen dat associatieverdrag. Terwijl ze zijn hier niet Maar er waren meer partijen die daartegen actie voerden. Er is nog nooit een meerderheid geweest voor de euro. Er zijn vele peilingen, kieskompas, opiniepanel. Eurobarometer, waar er gewoon meerderheden voor waren. Om maar twee dingen te noemen van de afgelopen vijf minuten die, hij naar voren heeft die de heer Baudet naar voren heeft gebracht, die gewoon feitelijk onjuist zijn. En dan heb ik het nog niet eens over dat Trump en alle media was tegen hem, terwijl er gewoon natuurlijk allerlei Amerikaanse media hem een prima platform hebben geboden en zijn boodschap hebben geëchad enzovoort enzovoort enzovoort, heer Baudet. Bij mijn weten is er, na, is er voor de invoering van de euro, dus niet daarna. Daarna zijn er wel peilingen geweest van wil Nederland uit de euro treden. Maar voor de invoering van de euro is er nooit een opiniepeiling geweest waaruit bleek dat er een robuuste meerderheid was als, die, die dat wilde. Um, alle schriftelijke vragen zijn gewoon beantwoord door Pepijn van Houding en ons team. Dus ook dat verwijt dat... Daar, daar kan ik niet zoveel mee. En fundamenteeler, misschien waren er meer mensen die tegen het associatieverdrag waren, des te beter. Maar mijn fundamentele punt: dat er een discrepantie is tussen het beleid dat wordt gevoerd en wat leeft onder de meerderheid van de bevolking. Volgens mij staat dat gewoon als een huis. En volgens mij kan de heer Sneller dat ook niet ontkennen. Dat is gewoon een, een gegeven. Meneer Sneller, gaat u toch ontkennen? Nee, het laatste. De heer Baudet zegt: ik zal er alles aan doen om dit wetsvoorstel te verdedigen. En hij zegt zelf in deze beantwoording dat de antwoorden niet eens door hem zijn bekeken ongeveer voordat ze zijn ingestuurd. Want de heer Van Houw gaat er niet doorheen. De heer Van Houwelingen en de medewerkers hebben die vragen beantwoord. En ik kan u zeggen: ik heb hier de afgelopen zes jaar veel wetsvoorstellen behandeld, nog nooit. Is, een, is onze schriftelijke inbreng zo slecht beantwoord als bij de, dit wetsvoorstel? En dat kunt u zich aantrekken als initiatiefwetgever. Nee, en dat geldt niet alleen voor mijn vragen, dat geldt ook voor de vragen van de SGP, die een aantal hele terechte vragen stelden, waar u de voeten mee heeft afgeveegd. En ze zijn er ook niet, maar. Dat is echt niet hoe we hier wetsvoorstellen zouden moeten behandelen. En hoe geen enkele initiatiefwetgever met hoe weinig zetels ook dat tot nu toe heeft gedaan in de zes jaar dat ik wetsvoorstellen heb mogen behandelen hier. En dat zou de heer Baudet zich ja. kunnen aantrekken als hij dit onderwerp zo serieus neemt. Ja, het spijt mij dat de, de heer Sneller kennelijk niet tevreden was met het antwoord dat wij hebben geformuleerd op zijn. ...vragen. Maar we hebben dat naar eer en geweten gedaan. En het is ook niet waar dat ik die vragen niet heb bekeken. We hebben dit samen opgedeeld. We hebben samen de antwoorden geformuleerd op die vragen. En we hebben een rolverdeling uh, besproken... ...waarbij ik het algemene verhaal zou houden. En de heer Van Houdingen zometeen op al die vragen zal ingaan. En wat ik een beetje hoor in um, tussen de regels door bij de heer Sneller... ...is dat hij het niet, misschien niet eens is met ons antwoord op zijn vraag. He, dat kan natuurlijk, dat hij een andere visie heeft, maar dat moet je niet verwarren met dat het niet een goed of niet een serieus antwoord is. Wij hebben een andere visie op referenda en democratie dan D66. Ja, en dat is ons goed recht en dat mag. En we kunnen het hierover discussiëren en debatteren. En volgens mij is dat precies wat we ook vanavond aan het doen zijn. Dus ik snap niet zo goed het, um, ja, het verongelijkte gevoel dat ik een beetje van heer snap. Meneer Snel, afgerond op dit ja, punt. Want... Dit DD dit van de heer Baudet hoeft echt niet. Ik bedoel, er zijn hier tal van wetsvoorstellen gepasseerd waar ik debatten heb gevoerd waar ik vervolgens tegen heb gestemd en waar ik het niet eens was met beantwoording. Ik kan echt het verschil wel maken tussen een vraag die beantwoord wordt en ik deel het antwoord niet, of een vraag wordt niet beantwoord of initiatiefwetgevers. Of soms andere wetgevers, die nemen de moeite niet om een vraag serieus te beantwoorden. En dit is duidelijk dat laatste geval. Iedereen die die beantwoording leest, die komt tot de conclusie, het laatste is het geval. Dit is alleen maar een opzetje voor leuke dingen en leuke filmpjes. En om een hier een verhaal af te kunnen steken, niet een serieuze poging om te komen tot een meerderheid. Want dan had dit wetsvoorstel en deze beantwoording er niet zo gelegen. Of het is nog veel erger gesteld. Dank u wel. Ogenblik. Welke, welk antwoord op welke vraag precies vindt de heer Sneller dan zo onbevredigend? Kun, dat, dan wil ik het graag ook horen. Dan kan ik dat misschien rechtzetten. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan daar luisteren naar de heer Van Houwelingen die ze mondeling. Ja, maar wacht. Ja, Oké, okay, dat is prima. Maar dit, dit is nogal een aantijging. En het is een beetje merkwaardig. Wij hebben gewoon op een normale manier op al die schriftelijke inbreng gereageerd. En hij is heel ontevreden, ken ik. Nou, daar, daar mag je iets over zeggen. Maar het is een beetje raar om zo ze, dit zo te laten, toch? Wat, nee. wat is, waar bent u dan zo ontevreden over, meneer Sneller? Meneer Sneller is ontevreden over de inhoud van de vraag. En uh, nou ja, daar mag hij dan. En u vindt dat ze goed beantwoord zijn, dat mag ook. En we gaan dadelijk luisteren naar de heer uh, Van Hollingen. Maar eerst een interruptie van de heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, eigenlijk wil ik even een punt van orde maken. Want de heer Sneller die gaf zojuist een waardeoordeel over mijn inbreng in de eerste termijn. Hij noemde dat onzin en zei dat hij, uh, ja, hij had allerlei negatieve woorden over. En ik zou toch graag op willen merken dat tijdens mijn inbreng de heer Sneller muisstil bleef. En het zou wel zo netjes zijn om, als de heer Sneller het met mij ons oneens is, om dan ook tijdens het debat mij daarop te bevragen en het, en het debat met elkaar aan te gaan. Dat zou dapper zijn. En dat de heer Sneller hier ja. bijna in tranen aan de interruptiemicrofoon staat, dat vind ik eigenlijk toch wel laf. Oké. Okay. Waarvan acte? Meneer van Houwelingen, aan u het woord voor de beantwoording van de vraag. Dank u voorzitter. En ik zal allereerst heel kort willen opmerken, ik kom zo op de beantwoording, natuurlijk van de vragen, waar met belangstelling begrijp ik nou wordt uitgekeken. Over hoe mooi, en mijn uh, collega, de heer Bordes het ook het referendum is, hoe mooi en elegant een elegante referendum is. En tijdens dat associatieverdrag, 6 april hadden we daar een referendum over. Toen is mij ook opgevallen, in alle zaaltjes waren er discussies. Mensen werden ook voor het eerst politiek bewust. Ik zal het nooit vergeten dat ik toen op de Stemmingsdag zelf. Uh, zat ik op de fiets en toen hoorde ik iemand bellen met, met waarschijnlijk uh, haar echtgenoot of vriend: hoe ja, moet ik nou stemmen? Moeten we moeten ons er vanavond in verdiepen. Dat zei ze toen ik doorfietste. Dus uh, dat doet een referendum. Een referendum, betrekt mensen bij de politiek, is heel goed voor de democratie. Dat is wat wij hier vandaag samen verdedigen. Daar ben ik bijzonder trots op. En daar nou kom ik gelijk. Op de beantwoording van de vragen die zijn gesteld, waar we heel serieus naar hebben gekeken. Ik heb geen blokjes gemaakt, voorzitter. Omdat ik, ik vond het wat lastig. Waren allerlei verschillende vragen. Ik heb wel wat vragen samengenomen, omdat een aantal partijen hetzelfde type vragen hebben gesteld. En ik ga nu netjes de vragen af en ik zal ook zeggen welke partijen de vragen gesteld hebben. Uh, ik begin met de eerste vraag. Die is dus onder andere is gesteld door de SP, door D66 en ook door de PVV. Is het nou niet zo dat een referendum, het referendum wat wij voorstellen, dat het, het juist het wantrouwen in de politiek vergroot en dat het, het uh, zou zorgen voor meer teleurstelling. En de heer sneller die suggereerde zelf dat wij daar op Nou, Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Als wij daar ons sowieso is het al snel dat uh, worden afgehamerd. want dat zijn dan op intentiespelen. Dat mag niet. Nou, dat willen we niet. We willen natuurlijk het vertrouwen vergroten. Maar het idee achter het referendum is natuurlijk dat je het serieus neemt. En um, het is um, als op het moment dat een referendumuitslag en dat hebben we vaak gezien. Uh, mijn mede-indiener, de heer Baudet, merkt dat ook op. Als dat niet wordt overgenomen door de, door de Staten-Generaal, dan heb je natuurlijk de situatie dat de teleurstelling zal toenemen. Dat is volstrekt logisch. Maar de essentie onder ons wetvoorstel, dat is de grondgedachte, als ik dat nog even afmaken voor de interruptie, voorzitter, is dat, en dat is het idee achter een referendum, het volk is soeverein. We merken, merken dat ook op in de memorie van toelichting. De, de bevolking is de baas, wij zijn zeg. Volksvertegenwoordigers. Dus wij vertegenwoordigen hier de bevolking. We nemen in naam van die bevolking ook besluiten. Maar op het moment dat de bevolking via een referendum een signaal afgeeft, dan dienen wij dat op te volgen. En als dat niet gebeurt, ja, dan neemt het wantrouwen toe. Maar daar moet een referendumuitslag ook in principe opgevolgd worden. Dank u wel. Interruptie van de heer Sneller. Dus serieus nemen betekent opvolgen. Ja, als je een referendum hebt gehad over een bepaald onderwerp, en dan uh, komt de uitslag, ja of nee. Dan bedien je als volksvertegenwoordiging dan bedien je dat op te volgen. Dan neem je het serieus, ja. Het referendum. En als je dus niet opvolgt, dan neem je het niet serieus. Ja, en tegelijkertijd is alles ongeveer referendabel, elke maatschappelijke kwestie, zoals de heer Baudet net zegt, ook allerlei dingen waar Kamer nog kabinet opvolging aan kan geven. Klopt dat? Ja, we hebben de, in de memo van toelichting toelichting dat benoemd, dat inderdaad. En het is natuurlijk niet ongebruikelijk. In Zwitserland is het ook zo: het is bijna alles referendabel. En het is natuurlijk, het is een, het, je kunt nooit een resultaatsverplichting eisen. Het is een inspanningsverplichting. In Zwitserland is het ook zo: je moet alles doen wat je kan doen, en vaak kan heel veel, zeker als je als land soeverein bent, om aan die uitslag gehoor te geven. En als er natuurlijk iets uitkomt wat onmogelijk uh, gehoord kan worden, geven, we hebben dat theoretisch voorbeeld genoemd en in mijn toelichting, heeft het ongetwijfeld gelezen. Ja, dan, dan zeg je natuurlijk als in dat theoretische geval, dan zou je zeggen als, 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 als voorstel: ja, dit is het beste wat we kunnen doen. En de bevolking zal dat denk ik ook wel begrijpen. Want natuurlijk tijdens de campagne, krijgt de referendumcampagne, zal dat ook aan de orde komen van ja, dit en dit kunnen we doen, dit en dit kan niet. Dus ik, ik, ik ben daar heel, uh, ik ben heel gerust op. Ja. Snellig, ja. U wijzigt nu uw eerste antwoord, of de heer, de heer Van Houwelingen wijzigt zijn eerste antwoord, namelijk serieus nemen is opvolging geven, niet opvolging geven is niet serieus nemen. En nu komt hij daarop terug en is het voor zover mogelijk. Terwijl tegelijkertijd alles referendabel wordt gemaakt, elke maatschappelijke kwestie, tenzij het over een individueel persoon gaat of er de afgelopen twee jaar ook een referendum over gehouden is. Ja, het is één van tweeën. En dit is precies waar, namelijk in de beantwoording staat, ja. dat het misschien tot teleurstelling en wantrouwen zal leiden, maar dat dat volledig terecht is. En dat het ook een wenselijke ontwikkeling is. En dat is waar ik in eerste termijn uiteraard naar refereerde. En dat zit dus ingebakken in het ontwerp van. Dit wetsvoorstel. Ja, kijk, het dilemma waar we sowieso mee worstelen met, met dit wetsvoorstel is: dus, je wil zoveel mogelijk revenabel maken. De SP heeft een ander type voorstel waar heel weinig eigenlijk revenabel is. Je wil zoveel mogelijk revenabel maken. Dan kan het inderdaad voorkomen, theoretisch, dat moet je ook ac accepteren, dat iets revenabel wordt gemaakt. We hebben dat grappige voorbeeld, om het tussen haakjes te noemen, van de zwaartekracht genoemd. We begrijpen natuurlijk ook al dat dat niet zal gebeuren, maar dat, waarin dus de bevolking iets op tafel legt. Wat je niet aan gewoon kan geven. Maar, en dat weten we ook uit de praktijk, weten we bijvoorbeeld uit de Zwitserse praktijk, en dat verwachten we ook hier, dat het echt niet zal voorkomen. Want je hebt ook 200.000 handtekeningen nodig. dat iets wat de regering niet kan doen, wat het parlement niet kan doen, dat dat referendabel wordt. Daar hebben we wel alle vertrouwen in. Dus maar inderdaad, in het theoretisch geval, dus we proberen alle, alle, alle kanten van het wetsvoorstel te benaderen. dan inderdaad, dan moet je het beste doen wat je kan doen. Maar in principe, en de Zwitserse praktijk laat het denk ik ook zien. Kun je er gewoon van uitgaan dat een voorstel, het zijn vaak hele concrete voorstellen, Zwitserland bijvoorbeeld minimumloon verhogen of verlagen, nou kun je daar gehoor aan geven. <kijkt> ja, het zou denk ik beter zijn om die Zwitserse vergelijkingen erbuiten te laten, omdat dit wetsvoorstel zo ver buiten de Zwitserse perken gaat, eh, dat de vergelijking volledig mank gaat. Maar de heer Van Houwelingen zegt de, dat ik een intentie toedicht aan de initiatiefnemers dat het een wenselijke ontwikkeling zou leiden, dat dit tot wantrouwen en teleurstelling leidt, terwijl dat expliciet is wat de initiatiefnemers zelf hebben beantwoord. Nee, als u het goed leest, hè, die, 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 die frase in het stuk, als het, is, als het zo is, als het zo is dat aan een referendum geen gehoor wordt gegeven, dat is tot nu toe altijd gebeurd in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, 2005 zoals u weet, 2016, als dat er zo is, iets wat we bijzonder onwenselijk vinden, wat ook echt niet zou moeten kunnen, daarom hebben we ook liever een bindend referendum. Maar als, dat zo, als het zo is, dat daar geen gehoor wordt gegeven, ja, dan is een onvermijdelijk gevolg daarvan. En dat, dat kun je ook als positief duiden, want dat laat zien dat de bevolking wakker wordt om het zo maar te zeggen, dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Dat vind ik dan heel goed. En dat ze op zoek gaan naar partijen die dus bijvoorbeeld inderdaad een binnen het referendum voorstellen. Maar dat we hebben natuurlijk liever niet. We hebben natuurlijk heel graag juist voorzitter dat uh, het referendumuitslag gewoon wordt opgevolgd. En dan heb je dat probleem ook niet. Dank u wel. Uw tweede vraag nog en wilt u? u Zij wilt u tegen meneer Snell Ik ja, de voorzitter en, graag, maar. En, ja. Volgende vraag. Okay, volgende vraag. Deze vraag is dus ingediend door SP en de VVD. En zij vroegen: van: is het nou niet zo dat met jullie referendum, met ons referendum voorstel dat minderheden te veel macht krijgen? Nou, allereerst wil ik graag opmerken wat ik net ook heb gezegd. Dat er best wel een drempel ligt. Hè? Je moet dus 200.000 handtekeningen verzamelen. En dat is niet makkelijk. Dat was voor ons ook niet makkelijk toen met het associatieverdrag. Dus er moet nogal een horde worden genomen. En inderdaad, het kan zo zijn, we hebben heel bewust ook geen uitkomstdrempel ingebouwd. Dat uh, je een hele actieve minderheid hebt, een hele betrokken minderheid, die be, uh, ervoor zorgt dus dat er referendum wordt gehouden, waar een grote meerderheid eigenlijk niet zoveel interesse in heeft. En in Zwitserland de reden om, zie je dat ook vaak gebeuren. Dan heb je zo'n dus hele lage opkomstpercentage, misschien rond 30, 40 procent. Maar dat is nooit een probleem. Want wat betekent dat? Dat betekent slechts dus dat er blijkbaar een hele betrokken minderheid is die iets wil en een grote meerderheid, of een, een, een grote groep die zoiets heeft, ja, maakt me niet ieder uit of het dan A of B wordt. Maar als die meerderheid. Er wel een sterk gevolg bij heeft. Ja, dan kan ze gaan stemmen, en dan zal ze ook gaan stemmen. Dus ik zie niet in, ik zie dat ook niet in Zwitserland gebeuren, waar trouwens ook minderheden zijn, vier taalgebieden, enzovoort. Dat een referendum toe zou leiden dat een minderheid wordt onderdrukt. Ja, en dan moeten we ook natuurlijk weer kijken naar onze eigen parlementaire democratie op dit moment. We zijn net uit de, uit de coronaperiode gekomen, waar natuurlijk een groot deel, een klein deel van de bevolking, wat dan niet gevaccineerd was, in feite. Is buitengesloten door een meerderheid die dat wel was. Dus dat probleem van uh, minderheden, die dus uh, in feite ja, buitenspel worden gezet door meerderheden, kan zich ook in de parlementaire democratie voordoen. Dank u voorzitter. Dan ga ik naar de volgende vraag. Heeft het parlement nog iets te zeggen eigenlijk? Hè? Dat was een vraag van zowel de SP-excuus <coughs> als de PVV. Uh, nou ja, dat is natuurlijk. Uh, wel degelijk het geval. Het is heel belangrijk, heb ik het net al een paar keer benoemd, dat als er een referendum is, dat die uitslag wordt opgevolgd. Uh, maar er zullen natuurlijk allerlei. Uh, dat zijn, de referenda gaan als het goed is over de grote, lijnen, de grote lijnen. En ondertussen heb je natuurlijk allerlei kleinere besluiten die op, van dag tot dag moeten worden genomen. En we weten ook uit politicologisch onderzoek dat kiezen maar wat graag wil, in principe dat volksvertegenwoordigers. Dat namens de bevolking doen. Dus dat, dat is iets dat, dat, dat blijft gewoon zo. Daar, daar, daar zijn volksvertegenwoordigers voor, zou je kunnen zeggen. Dus het parlement houdt, denk ik, een functie. Houdt een functie maar de grote lijnen die kan inderdaad, die kunnen inderdaad worden uitgezet door de bevolking door middel van een referendum. Andere vraag, was een vraag van de VVD. van uh, ja, We hebben toch allerlei vormen al van burgerparticipatie. Daar heb ik toevallig zelf als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Plan we heel veel onderzoek naar gedaan, mogen doen. En inderdaad, er zijn, er zijn heel veel vormen van burgerparticipatie. Je kunt vooral eigenlijk uitsluitend op lokaal niveau. In gemeentes uh, komt het soms voor dat je je eigen groen kan onderhouden. Uh, soms, dat noemen ze participatory budgeting, dan kun je een deel van de gemeentebegroting, Kun je allokeren als kiezer. Uh, je, kunt, je hebt inspraakavonden. Je hebt heel veel vormen van, uh, van, vooral van inspraak op lokaal niveau. Maar wat je niet hebt, en dat is juist wat kiezers willen. En wat wij met dit referendum beogen, is dat je de grote lijnen die natuurlijk altijd eigenlijk landelijk worden uitgezet dat je daar invloed op kan uitoefenen. En dat doen die al die vormen van burgerparticipatie doen dat niet. En dit hebben we nog een ander probleem, is dat ze ook vooral theoretisch opgeleide aantrekken. Dus de meer praktisch opgeleiden weten we uit onderzoek bijvoorbeeld van uh, professor Tom van der Meer in Amsterdam die willen niet zozeer delibereren en discussies voeren, wat al die vormen van burgerparticipatie vaak doen. Maar die willen gewoon zeggen, nou dit vind ik en zo moet het volgens mij. En een referendum die trekt ook juist vaak veel praktisch opgeleiden aan. Dus burgerparticipatie mooi, hè? Dus, dat ben ik helemaal met de VVD eens. Maar het is echt geen vervanging voor een referendum. Dus dat kan het absoluut niet zijn naar ons oordeel. Uh, een andere vraag ook van de VVD is, van, het gaat toch best goed met uh, de democratie hè, in Nederland. Dus waarom nou een referendum invoeren? Inderdaad, de opkomst bij verkiezingen is best hoog. Maar uh, je ziet dus dat uh, het Lafalle de laatste decennia dat de volatiliteit enorm is toegenomen. We hebben heel veel zwevende kiezers. En dat is volgens sommige politicologen ook een indicatie van onvrede. Die kiezer weet eigenlijk niet meer waar hij naartoe moet. Die strijkt dan bij die partij neer, dan ineens bij die partij. Dat is al een indicatie voor onvrede. Een andere indicatie is dat het aantal leden van partijen, voor alle partijen samen, is sinds de jaren negentig is echt heel sterk afgenomen. Laatste jaar gaat het weer wat beter omdat er nieuwe partijen zijn, waaronder vorm voor democratie.